We zijn met Jannie en Gree een paar dagen op stap in het Moezeldal. We boffen, want we hebben schitterend weer. Zij vinden een mooi plekje op camping Zum Feuerberg in Ediger Ella. Jannie probeert gelijk de zaak in de hens te zetten. Ze hebben uitzicht op de Moezel en maken plaatjes van wat er voorbij komt. Die middag hebben we tijd om even kort Kochem te verkennen. De volgende dag gaan we fietsen en stuiten op een imposant bouwproject. Dit is met zijn 158 meter de hoogste brug van Duitsland. We pakken de drone om even boven te kijken. De totale lengte is 1,7 kilometer en de brug had al klaar moeten zijn, maar ook hier komt vertraging voor. Het is de ontbrekende schakel in de Bundesautobahn E42. Diep onder ons loopt het fietspad. Ons fietsdoel is Bernkastel, een heel lief stadje met prachtige vakwerkhuizen en romantische pleintjes. We slepen met moeite de dames langs de modewinkeltjes, want we beginnen trek te krijgen. Aan reclameborden geen gebrek en we eten, hoe kan het Duitser, een lekkere schnitzel met een mooi moezelwijntje, want we zijn op de fiets. Jannie en Gree eten 's avonds in een gezellig restaurant in Kochem. Wij slapen in Hotel Weissmühle. We hebben een half pension en het diner is heerlijk. Nog gekker wordt het bij het champagneontbijt. Met te veel heerlijke dingen, heel slecht voor het gewicht. De volgende dag weer op de fiets, waarbij we een paar leuke Brabantse zeeuwen ontmoeten en Hanny een stenen eikel voor een gezellere vent op het terras aanziet. Maar dat hoor je nog. Hier kijken we naar wat ze hier noemen de Lorelei van de Moezel. Het is de laatste dag alweer. En die besteden we aan Kochem en vooral de Rijspoeg die beeldbepalend is voor Kochem. Dat bezoek is de moeite waard. En zeker ook de rondleiding, waarbij vooral de uitzichten de aandacht trekken. Heel leuk is dat de kamers die we te zien krijgen volledig zijn ingericht. En dat geeft een goede indruk van die tijd. De burcht werd gebouwd vanaf het jaar 1000 en kende een bewogen geschiedenis. Lodewijk XIV heeft het in 1689 laten verwoesten. De ruïne werd in 1869 gekocht en weer gerestaureerd door een particulier. De inrichting stamt dan ook uit die tijd. We beginnen in de eetzaal. Opvallend zijn de deuren naast de pronkkast. De rechtse deur geeft toegang tot de muur, want die zit er alleen voor de symmetrie. Hier
Hier staan we in de gotische kamer, voorzien van een prachtige open haard met makkemer tegeltjes. Hier zijn we in de grootste kamer, de ridderzaal. Bij vergaderingen werd hier zwaar gedronken en om dan weer het sleutelgat te vinden, hebben ze slim opgelost. En zo wandelen we door de gotische en romaanse kamer, de jachtkamer en de wapenruimte. We zien 7 van de ongeveer 50 vertrekken, de anderen zijn leeg. Ik heb beloofd nog even terug te komen op die stenen eikel van Hani. We fietsen door een dorpje en hebben zin in koffie. Alles is nog gesloten, maar Hani heeft een man met kaal hoofd op het terras zien zitten. Wij terug. En ja hoor, daar was een terras. Maar de tent gaat pas over 10 minuten open. Waar is die man met dat kale hoofd? Aha, daar zit hij. Het blijkt een grote stenen eikel die deels net boven de heg uitsteekt. We hadden er flauwe lol om en Hani zal het nog vaak horen. Dit is de heksentoren die gebruikt werd als gevangenis. Hij heeft de verwoestingen deels doorstaan. Gezelligheid kent geen tijd en het weer was voortreffelijk. De dagen zijn dan ook voorbij gefloten.